Mijn naam is Guido D'Alessi. Ik ben van het bedrijf Elestor. Dat staat voor Electricity Storage, dus elektriciteitsopslag. Ik heb hier vandaag een presentatie gegeven over onze technologie. Die is gebaseerd op een flowbatterij. En binnen de flowbatterij, dat is eigenlijk een grote familie van verschillende uitvoeringen, maken wij gebruik van de actieve materialen, waterstof en broom. En dat doen wij met de gedachte dat die materialen extreem goedkoop zijn. Omdat wij denken dat de echte energietransitie pas gemaakt kan worden als storage heel goedkoop gaat worden. Dus wij denken in termen van wat kost het om een kilowattuur op te slaan. Dat bepaalt uiteindelijk voor een ondernemer of voor een gebruiker hoe snel die batterij terugverdient. En dus hoe winstgevend zo'n setup kan zijn. Dus dat is echt het uitgangspunt van alles wat wij doen. Daarom hebben we voor het flowbatterijprincipe gekozen. Dat heeft zekere voordelen. Nou, het belangrijkste dat je vermogen en capaciteit los van elkaar kan kiezen. Dus het gaat niet gelijk op. Als je je capaciteit wil verdubbelen, dan hoef je niet een tweede batterij te kopen. Dan kan je de actieve materialen uitbreiden. En omdat die actieve materialen nou heel goedkoop zijn, is die uitbreiding dan ook heel goedkoop. Echt vele malen minder dan een tweede batterij. Maar opslag is de toekomst, dat is gewoon onvermijdelijk. Dat is, wil je die echte energietransitie maken, dan moet dat gebeuren. En dan moet dat op een economische manier gebeuren. Dat is de missie. Ja.